rol van Deking is dat we hier installateur zijn voor de installaties van Elektra. Dan beginnen we met het ruwbouwen, de kabels in de wanden maken en dan daarna afmontage, de wandkrachtdozen enzovoort monteren en dan de meterkast, dan de keuring van de installatie en dan de oplevering. De rol van Elektra in dit project is dat ze hebben geholpen met het leveren en ontwikkelen van materialen, zoals de stekkers, de wartels voor de centraaldozen en ze hebben geholpen met het ontwikkelen van het proces en het bedenken daarvan. Wij passen steken bij installeren toe omdat het scheelt in tijd ten opzichte van traditionele bouwen. Op een groot project als dit is dat wel efficiënt. Onze ervaring is dat dit soort type installatie nog niet zo heel groot, maar dat dit het eerste grote project is waar we nu mee bezig zijn. Maar over het algemeen ziet het er goed uit voor de toekomst en kunnen we hier ook weer van leren voor andere projecten. We zijn hier op een bouwproject, Schuitse Schans heet het. Het is een project in Arnhem. Daar worden in totaal 71 woningen gemaakt, maar 45 van die woningen worden voorzien van een stekkerbare installatie. Een stekkerbare installatie houdt in dat je op de bouw gebruik maakt van koppelkabels en daardoor heel snel bouwkundige elementen aan elkaar kan koppelen zonder dat daar lasten gemaakt moeten worden en veel arbeid aan vastzit. Een jaar of drie geleden is Elektra begonnen met het bekijken van installaties die direct in prefabbetonnen elementen gestort kunnen worden. En eigenlijk vanaf het begin is Deking daarbij betrokken geraakt. En samen hebben we eigenlijk die installatie bedacht zoals die nu wordt uitgevoerd in deze woning waar we straks wat van gaan zien. Wat we tijdens de bouw van de woningen ervaren is dat er eigenlijk minder tijd nodig is om op de bouw de elektrische aan te leggen. Dus er is minder tijd nodig om verbindingen te maken. Het is de kwestie van de stekkerverbinding maken. Een groot voordeel daarvan ook is dat er minder mensen op de bouw hoeven te zijn. Dus ook minder auto's naar de bouw rijden. En dat heeft weer een positieve bijdrage op het milieu. Het project loopt zoals we verwacht hadden. Het gaat in de tijd zoals we ook voorspeld hadden. En uiteraard zijn er wat dingen die aangepast moeten worden, maar dat zou je altijd houden. Maar in de algemene zin zijn we blij met hoe het hier verlopen is.